Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een naked shoplog voor jullie. Ik mocht namelijk weer wat kledingitems uitzoeken. En ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Want met de code FLOORDELVER, ik zal hem hier even in beeld zetten, krijg je 30% korting op je bestelling. Dus dan heb ik dat alvast gezegd. Ben jij benieuwd wat ik allemaal bij naked heb geshopt? Het is een hele zak vol. Blijf dan zeker kijken na deze video en check even de beschrijving onder deze video. Want daar zal ik alle linkjes van de items neerzetten en ook de kortingscode. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze shoplog. Zoals ik al zei, mocht ik dus wat items uitzoeken van Naked. Het is ook een samenwerking met Naked. Maar ik blijf natuurlijk gewoon mijn eerlijke mening vertellen. Als ik iets niet mooi vind of de kwaliteit niet goed vind, dan zeg ik dat ook gewoon uiteraard. Dus laten we beginnen met het eerste item. Ik pak gewoon het eerste wat ik zie. Ik heb trouwens dit keer ook wat voor mijn oma uitgezocht. Ik vind het altijd allemaal leuk dat ik anderen ook blij kan maken met kleding in dit geval. Dus ik zal het zeker laten zien als ik die pak. Maar het eerste is niet voor mijn oma. Dit is gewoon voor mezelf. Het allereerste item is namelijk dit hele leuke jurkje. En ik moet zeggen dat ik dus niet echt heel erg meer ben van de jurkjes. Ik draag wel lange jurken, dat vind ik echt prachtig. Maar korte jurkjes draag ik niet echt meer, ook met uitgaan niet of zo. Ik weet niet waarom, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dit is namelijk, hij ziet er trouwens heel breed uit, maar dit is het jurkje. Het is gewoon een zwarte, wat korter jurkje. Hele gave ballonmouwen, die vind ik wel echt heel cool. Hij is doorzichtig, tenminste. Bij de mouwen. En er zit overal van die veertjes op. Of ik weet niet wat het is. Maar een soort detail. Kijk, dit zie je dan. Ik vind hem echt heel erg gaaf. En ik zag dit dus voor me met stoere Dr. Martens. Of laarsjes eronder. En dan dus een riempje. Je gaat het zien bij de aanbeelden. Maar ik had het helemaal al in mijn hoofd. En heeft hier ook nog trouwens zo'n touwtje hiervoor. Deze heb ik in een maatje 36. En dit jurkje die kost €69,95. Zonder kortingscode dus. Dan de jurk. Die zit echt heerlijk. Lekker wijd dus. Ik vind hem heel erg leuk. Maar ik vind het dus nog leuker als je hem een riempje zo omdoet. Dan zit hij natuurlijk een beetje zo. Dan is hij natuurlijk echt helemaal geweldig. Ik vind hem echt leuk. Dan pak ik het volgende item. Ik vond deze echt heel erg mooi op het plaatje eruit zien. Maar het is dus een best wel grote blouse van linnen. Dat vind ik echt heel mooi. Een beetje dat natuurlijke kleurtje en die look door dat linnen. Ja, ik denk dat het wel te zien is. Maar dit is dus echt zo'n chocoladekleur. En dat zie je tegenwoordig natuurlijk heel erg veel. Hij is wel echt aan de grote kant. Volgens mij heb ik deze ook wel, oh nee, in een 36. Hij is dus wel vrij oversized. Maar ik vind dit heel erg leuk gewoon losdragen of een beetje zo over je schouder of juist boven je bikini straks in de zomer weer. Duurt natuurlijk nog wel. Maar ja, ook gewoon met een broek eronder is die gewoon echt heel erg gaaf. Ik vind het echt een mooie kleur. Beetje die chocoladebruin. Ja, I like it. Vooral in de tijd van het jaar waar we nu in zitten. Deze heb ik dus in een maatje 36. En dit is van de Romee Strijd keer Naked. En deze blouse kost €57,95. Oh, ik ben echt verliefd op deze blouse. Ik hou hem ook lekker aan. Met deze broek. Die is toevallig ook van Naked. Maar, och, kijk hoe mooi deze blouse is. Echt een heel mooi chocoladekleurtje dus. Lekkere wijde mouwen. Die kun je dus natuurlijk ook wel opstropen. En dat linnen stofje maakt het gewoon heel erg natuurlijk. Hij valt dus zo. Ik vind hem echt heel gaaf. Het volgende item kan niet ontbreken. Ik heb precies dezelfde blouse nog een keer besteld. Maar dan in een soort roze, lila-achtige kleur. Ik vind deze echt heel erg mooi. Ook weer dat linnen stofje dus. Maar wat ik zo leuk vind, ik heb deze dus in de maat 38. Dus die valt echt wel oversized. Naked valt over het algemeen best wel groot, vind ik. Dus als ik hem echt naar maat wilde bestellen, kon ik hem wel op 34 doen. Want hij valt wel groter. Maar ik heb dus een 38 gedaan, zodat hij lekker wat ruimer valt. En ik vind dit dus heel erg leuk. Wederom in de zomer, boven je bikini. Of gewoon nu of straks in de lente. Ik vind hem echt heel gaaf. Zelfde prijs dus als de bruine kleur. Dan dus de roze blouse. Die vind ik ook geweldig. De kleur is natuurlijk echt to die for. Heel erg mooi. Ik moet hem wel even strijken. Maar dan blijft die ook gewoon heel erg mooi. Ik vind dit dus heel leuk straks voor in de zomer. Met een kort broekje of dat je hem open draagt. Of juist helemaal alles zo wat korter.
heel gaaf. Het volgende item. Ja, ik kon het niet laten. Ik heb natuurlijk deze trui nu aan. Die is ook van Naked. En dat is zo'n zacht vachtje stof, zeg maar. Daar heb ik ook een witte crème kleurige van Naked. En nu zag ik dat ze ook een soort, ja, camel kleur daarvan hadden. Dit is heerlijk. Als het wat kouder is of je, ja, je wil gewoon lekker, hè, iets zachts aan, dan zijn deze truien echt top. Maar ik heb dus deze uitgekozen. Ik vind hem echt heel leuk en lekker. En zoals je ziet heeft hij echt zo'n lekker zacht stofje. Heerlijk. Hiermee wil je gewoon knuffelen. Ik vind dit kleurtje ook heel erg leuk. Ik hou daar gewoon heel erg van. Dus die heb ik uitgekozen in een maatje S. En die kost €51,95. Dan deze trui, sweater. Lekker stofje is dit. Echt heerlijk. Deze zit perfect en ik vind hem gewoon echt heel erg lekker. Het is een iets hoger colletje of nekje. Het is niet echt een colletje, maar een iets hoger nekje. Maar heerlijk. Het volgende item, is dit die van mijn oma? Ja, deze is voor mijn oma. Echt te schattig. Ik zou hem, ik weet niet of het past, want het is een maat 44. Mijn oma wil het altijd iets breder, want dat vindt ze fijner zitten. Qua lengte is die denk ik wel perfect. Mijn oma is ongeveer even groot als ik. Nee, wel wat kleiner trouwens. Ik ben 1,69. Ik weet niet hoe groot ze is, maar ik denk dat ze tot hier komt bij mij. Maar dit is zo'n mooi jurkje. Ik vind het echt zo schattig. Als het niet past, zou ik hier even een foto in beeld zetten hoe die dan aanstaat. Maar dit is dus echt zo'n wrap wikkeljurkje. En dan met hele mooie meshmouwen. Prachtige kleur, die bruine kleur. En zij wil deze dus met kerst aan gaan doen. Nou, echt veel te schattig. Dus ja, ik vind het helemaal leuk. Ik hoop dat hij oma past en dat zij helemaal blij gaat zijn met deze jurk. De jurk is nu in de sale en hij kost maar €31,17. En dan heb je nog niet mijn kortingscode gebruikt. Dus moet je nagaan hoe, ja, hoeveel korting je dan krijgt. Maar dat is dus deze jurk voor mijn oma. Dan dus de jurk voor mijn oma. En ik vind hem zelf eigenlijk ook echt super leuk. Hij is natuurlijk wel iets aan de grote kant voor mij. Maar omdat je hem hier zo kan strikken, het is echt zo'n wikkeljurk. Kun je hem gewoon nog wel wat strakker, zeg maar, strikken. Maar eigenlijk is hij echt heel leuk. Ik kan niet wachten om mijn oma hierin te zien. Maar dit is hem dus. Ik heb hem dus nu een maat 44 aan. Moet je nagaan. Normaal heb ik een maat 34, 36. Nou, ik wil hem nu zelf ook in mijn eigen maat. Kijk, en ik dacht dus dat dit misschien het item was voor mezelf. Ik heb echt in precies dezelfde bruine kleur ook iets besteld. En het lijkt echt heel erg eigenlijk op die van mijn oma. Maar dan is het een pak. Ik vind dit zo gaaf. Ik hoop zo erg dat hij past, want hij ziet er wel heel groot uit. Maar dit is dus gewoon echt een, ja, een jumpsuit. Echt heel gaaf. Ook weer van die mesh mouwen in die mooie chocoladebruine kleur. Eigenlijk moet ik deze dan ook aandoen met kerst als ik naar oma ga. Want dan zijn we een soort van twins. Maar dan heb ik een pak aan en zijn jurk. Maar ja, heel gaaf. Hij heeft ook schoudervullingen. En dan zit er dus nog een broek aan. Die ook wijd loopt. Je gaat het zien met de aanbeelden. Maar ik hoop echt dat deze past. Ik vind hem echt fantastisch. Vooral met de riem er zo bij. Misschien nog een bruin of zwarte hoed. Ja, heel gaaf. Dus deze vind ik echt prachtig. En ik ga duimen, want ik hoop dat ik hem pas. Dit is weer van Romee Strijd. Blijkbaar vind ik haar collectie heel mooi. Had ik niet door. Maar dit is een maatje 36. Als ik er nu over nadenk, had ik misschien 34 kunnen doen. Maar we gaan het meemaken. Zo, wat ben ik overbelicht. Ook dit pak is in de sale. Die kost nu €41,95. Oké, dan het pak. En die moeten we nog even goed in ons hoofd zien. Ik heb nu echt een hele brede riem aan. Dus ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Ik denk dat ik hem dan toch met een wat smaller riempje gaver vind. Maar eerlijk, de lengte is heel gaaf. Alleen dit, zoals je kan zien, is wel heel heftig. Het is gewoon helemaal open. Dus of je moet het hier zo vastmaken aan elkaar. Of, wat mij dus leuk lijkt, is om hier zo'n zwart kanten hemdje onder te doen. En dan met zo'n zwarte riem, dan is het wel echt heel gaaf. Nou moet ik zeggen dat ik even geen zin heb om dat zwarte kanten hemdje dan aan te doen. Maar stel je voor dat je hier dan dus zo'n zwart kanten hemdje nog ziet. Dan is het toch wel een heel gaaf pak. Hij zit echt perfect. Hij zit ook heel erg lekker. Nou ja, en de mouwen die zijn dus doorzichtig. Dus dat vind ik ook heel gaaf. Ik moet alleen dit riempje even vastmaken dan zo. En het kaartje zit hier nog van een pak. Maar als je dat dan even wegdenkt en hier dus nog een hemdje of iets bij ziet. Dan is het toch wel heel
Mooi dit pak, heel chic. Het volgende item is best wel een groot item. Ik hoop dat ik dit leuk bij mezelf vind staan. Ik dacht namelijk best wel vaak van die giletjes. Dat zie je natuurlijk heel erg veel nu. Maar ik zag dus dit leren gilet. Wat langer heb ik in de maatje 36. En dit is natuurlijk ook gewoon leuk straks in de lente of zo. Als je niet echt een jas aan wil doen, maar bijvoorbeeld wel een trui eronder en dan dit eroverheen. Ik zag het wel helemaal voor me. Dus die, ik zou hem in de aanbieding even laten zien, want het is een beetje moeilijk laten zien. Deze is van de Rianne Meijer Naked collectie. En die heb ik dus in een maatje 36. En die kost €86,95. Oh mijn god, ik vind deze zo cool. Niet met deze broek, maar bijvoorbeeld met deze trui eronder is dit echt heel erg gaaf. Het zit ook gewoon heel chill. Lekker warm, dikke trui eronder. Hij heeft dus ook wat van die uitstekende mouwen, maar dat vind ik wel heel gaaf. Ik heb nog twee items en allebei zijn ze bruin. Het is toch erg. Maar goed, ik vind het gewoon echt een hele mooie kleur op dit moment. Het ene laatste item is eigenlijk ook iets voor in de zomer. Je zou vast denken, meid, het is nu winter, maar ik kon het niet laten. Ik vind deze prachtig. Frank Seri. Dit is zo'n mooie jurk. Het is dus een mouwloze jurk. Ik weet niet of ik het een beetje goed kan laten zien. Maar die loopt dus gewoon wijd uit. Nou ja, wijd. Gewoon langs je lichaam heen. Heel erg lang. Maar ik vind het echt prachtig. Niet normaal. Ja, in de zomer zie ik mezelf hier helemaal in. Echt ook een onderjurk, dus hij schijnt niet door. Ik vind deze echt zo ontzettend mooi. Niet normaal. Deze heb ik in een maatje 34, want hij zag er wat groter uit. Dus ik ben blij dat ik een 34 heb gedaan. Oh mijn god, deze is ook in de sale en die kost nu €34,95. Dan de bruine jurk. Ik vind hem alleen niet zo mooi zitten. En dat, daar baal ik echt heel erg van. De achterkant vind ik wel gaaf. Natuurlijk moet je dan geen BH dragen. En dat hij dan hier zo wat wijder loopt. Maar ik weet niet, hier kan ik hem nog wel wat strakker doen. Dat hij dus hier wat strakker is. Maar dit vind ik niet zo mooi. Want er is hier dus een rits. Dat is wel heel erg fijn. Maar hij zit hier dus best wel strak. Maar je hebt hier gewoon een soort van stofje of zo. Ik weet het niet wat dit is. Dus eigenlijk vind ik hem helemaal niet zo mooi zitten. En dat vind ik echt heel jammer. Want ik denk dat dit echt heel erg gaaf had kunnen zijn. Maar als je kan zien, zit het hier gewoon niet mooi of zo. Nou, dan kom ik alweer aan bij het allerlaatste item van deze shopvlog. We sluiten hem gewoon af met dezelfde kleur bruin. Dit is een chocoladebruine wijde broek. Ik vind hem echt heel cool. Ja, ik vind de broeken van Naked sowieso heel erg fijn. Dit is ook echt een hele wijde broek. Ik hou ervan. Ik heb er ook gewoon spijkerbroeken van in dit soort modelletjes. Maar nog niet dus zo'n bruine kleur. En ik dacht, ja, weet je, als we toch al bezig zijn met een bruin, heb ik ook nog wel een bruine broek nodig. Ik vind hem gewoon heel erg gaaf. Wel dus heel wat wijder, je moet ervan houden. Maar ik vind het heel mooi. De details hierboven zijn ook heel mooi. Hij voelt echt heel stevig aan. Heel mooi kwaliteitje. Dus dat is natuurlijk heel fijn. En verder hoop ik dat ik hem pas, want hij ziet er wel wat ruimer, wat groter uit. Ik heb hem in de 36 en ik heb dus de laatste tijd een beetje een struggle of zo. Want in broeken van 34... ja, pas ik zeg maar net wel, net niet. Maar dan als ik hem heel lang zou uitlopen, zou die perfect passen. Maar de laatste tijd heb ik juist in 36 dat het echt na één keer dragen al heel erg gaat lubberen. Dus eigenlijk zit ik tussen 34 en 36 in. Dus het is een beetje moeilijk. Je kan zeggen, doe dan 36 met een riem. Maar dat vind ik niet altijd bij elke broek mooi. Dus ja, ik zit gewoon een beetje in een broekenstruggle. Maar ik heb dus dit keer wel gewoon voor 36 gekozen. Want ik heb liever dat het dan wat losser zit dan dat het te strak zit. Want dan vind ik het gewoon niet fijn zitten. Maar dat is deze broek. En de broek kost €46,95. Dan dus de broek. En die zit echt perfect. Ik ben echt heel erg blij dat ik een maatje 36 heb gedaan. De lengte is echt heel top als ik dan schoenen of gimpen aan heb. En verder hier zit hij ook gewoon heel erg goed. Dus ik vind deze broek heel erg mooi. Dan was dit alweer de shoplog van Naked. Ik wil Naked heel erg bedanken voor het opsturen van deze items. En jullie natuurlijk ook bedanken voor het kijken naar deze video. Ik kan niet wachten om mijn oma lekker te verrassen met die jurk. En ik hoop dat het, ja, dat ze er helemaal blij van wordt en dat het haar prachtig staat. Ik weet het zeker. Bedankt voor het kijken. Vergeet de kortingscode FLOORDELVER niet voor 30% korting. De linkjes staan in de beschrijving gelinkt per item. Dus check dat even. En wil ik jullie bedanken en
zie ik jullie weer in een volgende video. Doei doei!